Ik denk eigenlijk samengevat dat deze periode hier voor mij een bevestiging was dat we op de goede weg zijn. Zowel persoonlijk met ons mooie gezin en het bedrijf en alles wat we voor onszelf aan het bouwen zijn. Maar zeker ook met het inspireren van andere mensen en het helpen van andere mensen. Bijvoorbeeld met deze podcast, tenminste dat is wel de bedoeling. En de mensen die je om je heen hebt, hè, en dat toch echt wel een hele grote bijdrage is over hoe jij je voelt, maar ook vooral hoe jij je ontwikkelt, hoe jij gaat nadenken en tegen dingen aan gaat kijken. Ik vind dat zeker hier aantrekkelijk qua vastgoed. Dus, ja, precies. En dat vastgoed blijft ook nog wel staan. Is misschien ook een goede reden om weer terug te komen. Weet je wat, we hebben echt jarenlang heel hard gewerkt. Als je kijkt waar we vandaan komen, waar we nu staan. Leuk om je vermogen te zien groeien en meer netto waarde te hebben. Maar uiteindelijk als je er niet van kan genieten en het niet uit kan geven en kan delen met andere mensen, ja, wat is het dan waard? Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk. Ja, de kinderen zijn voor het laatst bij de opvang geweest vandaag. Het is vanavond ons allerlaatste nachtje hier. We hebben afscheid genomen van de meeste mensen. En we hebben nog even maximaal genoten, denk ik, de laatste tijd. Nog even de dingen gedaan die we per se wilden doen voordat we terug zouden gaan naar Nederland. En we zijn natuurlijk ook al sinds 5 december zijn we hier. Bijna 4,5 maand hebben we hier gezeten op het mooie Curaçao. En om met de woorden van Stijn en Nicole van Follow Your Wind te spreken, we hebben heel veel BH'tjes, blijvende herinneringen hebben we hier gemaakt. En dat hebben we ook wij gedaan met de bekende IPB'tjes, hè, de inkomsten producerende bezittingen. In ons geval vastgoed. Laten we niet vergeten dat het vastgoed toch echt hetgeen is geweest wat dit allemaal mogelijk heeft gemaakt voor ons. En ik heb heel veel mooie gasten gehad in Zo Word Je Steenrijk op reis. Het is echt fantastisch om te zien hoe dat eigenlijk is uitgepakt en hoe leuk dat was om gewoon mensen die ik hier tegenkwam op Curaçao, maar ook op Bonaire te vragen van, joh, je hebt een inspirerend verhaal. Wil je alsjeblieft bij mij in de podcast komen zitten en voor de microfoon komen? En gelukkig zeiden de meeste mensen altijd dan ja. We hebben heel veel mooie en diverse onderwerpen besproken, zoals vastgoed natuurlijk, NFT's, ondernemen, maar zeker ook wat nieuwe thema's die we niet eerder in de podcast belicht hadden, zoals bijvoorbeeld ontspullen en minimalisme en spiritualiteit. Ook vandaag heb ik wederom een dame, want de frequente luisteraar zal het misschien opgevallen zijn. En dat is toevallig dat er tijdens Zo Word Je Steenrijk op reis heel veel dames te gast worden. Mijn gast die knikt nu ook van ja, dat was toeval. Maar vandaag heb ik niet zomaar een dame. Ik durf wel te stellen dat we het allerbeste voor het laatst hebben bewaard. Het is namelijk mijn dame, Helena van den Berg. Van harte welkom. Dankjewel, leuk met jou alweer een podcast kunnen opnemen. Ja, inderdaad, want het is niet de eerste podcast. We hebben natuurlijk eerder een podcast gedaan voor degenen die niet geluisterd hebben. Die ging eigenlijk over hoe wij samen een powerkoppel zijn geworden en hoe jij dat ook kan doen als je in een relatie zit. Dat is Zo Word Je Steenrijk nummer 11. En die is ook met beeld, want die hebben we in de studio in huis opgenomen, te vinden. Bijvoorbeeld op YouTube, mocht je het leuk vinden om die terug te luisteren op Spotify of dus te kijken op YouTube, dan kan dat. Vandaag gaan we een soort van terugblik doen. Een evaluatie over onze periode hier. Wat zijn onze inzichten? Wat zijn onze grootste lessen? Welke dingen nemen we mee terug naar Nederland? Dus het is niet echt een standaard interview. Ik ga jou vragen stellen en jij stelt mij wat vragen, toch? Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen. Ja, nou, voor degenen die je nog niet kennen, kan je je even voorstellen. Ja, ik ben Helena, 34 jaar, 10 jaar samen met Martijn. 10 jaar, weet je. Respect dat je dat hebt uitgenomen. Ja,
Heel graag. Moeder van onze tweeling van 2 jaar. Ja, ik ben ook vastgoedbelegger. En mede-eigenaar van Vrijheid Vastgoed. Mede-eigenaar van Vrijheid Vastgoed. Ja, samen met Dennis, met z'n drieën. Mooi ook dat je dat zegt, hè, van ik ben vastgoedbelegger. Ik denk dat dat goed is als je dat uitspreekt. Ja. Wat vond je van Curaçao over het algemeen? Met wat voor verwachtingen ging jij hier eigenlijk naartoe? Nou ja, ik had niet echt grote verwachtingen. Dat heb ik ook geleerd. Maar ik had zeker heel veel zin in, want de laatste 2 jaar sinds we onze kinderen hebben en eigenlijk sinds corona begon, hebben we echt nergens naartoe gegaan behalve Tsjechië. Dus ik had heel veel zin in, zeker ook met die tijden in Nederland nog in december, dat alles was een beetje zwaar met lockdowns en alle regels en beperkingen. Dus ik had heel veel zin in om te gaan naar een plek waar zou meer vrijheid zouden zijn. Of zo, dat heb ik dat tenminste gehoord van meerdere mensen. Dus dat was ook voor ons reden om naar Curaçao te gaan. En ja, mooi weer en genieten. Nou, ik kwam in december. Ik moet zeggen dat van het begin moest ik toch een beetje wennen. Want ja, prijzen waren echt hoog. En kwaliteit om het, van het eten of producten in supermarkten was toch even zoeken van het begin. Ja. En ja, infrastructuur, alle dit soort van dingen. Dan zie je eigenlijk hoe goed we dat in Nederland hebben. En ja, daarna toch geleerd waar ik naartoe moet. En superleuke mensen begin te ontmoeten. Wat was voor mij echt een van allerleukste momenten of dingen die heb ik hier kunnen meemaken, is hoe leuke mensen hier op het eiland zijn. Ja. En ja, met gewoon topweer. En onze kinderen die zijn hier helemaal happy en gezond. Dus dat zijn voor mij echt redenen. Ik vind Curaçao nu echt een van mijn leukste landen waar ik ben geweest. Ja. Ja, maar het was niet zo dat toen we hier aankwamen dat we zoiets hadden meteen van wow, hè? Dat we met andere landen wel vroeger gehad hebben. Ja, ja, toch moesten we naar, het is ook anders, want we reizen nu met 2 kleintjes en dan kan je niet alles zo snel zien. Dus dat duurde tot we even alles een beetje ontdekt en prachtige stranden en mooie natuur en dieren en vooral die leuke mensen. Ja. Ja. Wanneer voelde je steenrijk hier? Ja, goede vraag. Ik denk dat sluit natuurlijk helemaal aan bij deze podcast. En zo word je steenrijk. Nou, wanneer ben je dan steenrijk? Ik denk dat ik veel momenten gehad heb hier dat ik me steenrijk voelde. Aan de ene kant had dat niks met geld te maken. Aan de andere kant toch ook weer wel. Ik vond het bijvoorbeeld fantastisch dat mijn schoonmoeder, jouw moeder, met ons meeging en hier iets van 2,5 week geweest is. En dat mijn moeder later nog 2,5 week langsgekomen is. En dat we dat op onze kosten hebben kunnen doen. Dus aan de ene kant voelde ik me rijk dat we met hun samen die herinneringen hier konden maken. En met hun kleinkinderen, dat is natuurlijk echt fantastisch. Mijn moeder noemde het de beste vakantie die ze ooit gehad had. En volgens mij heeft jouw moeder ook heel erg genoten. Ja. Dus het gaat om die herinneringen. Dat zorgt ervoor dat je steenrijk bent. Maar aan de andere kant, ja, het is wel zo dat geld ervoor gezorgd heeft dat wij dat konden doen. 2,5 week dat we op vakantie geweest zijn naar Bonaire binnen het overwinteren. Ja, het klinkt een beetje, hoe zal ik dat zeggen? Decadent, maar dat was een moment dat ik zoiets had van wow. Het gevoel van vrijheid en dat wordt dan vormgegeven door momenten dat je gewoon lekker met de voeten in het zand zit aan een picknicktafel bij Jantiel Beach bij Zest en gewoon het hele buitenleven. Hè? Dus dat je gewoon heel veel buiten bent. De kindjes waarvan je gewoon ziet en merkt dat ze heel erg blij zijn en veel lachen en supergoed naar hun zin hebben. Ook weer buiten, vaak met spelen en bij het zwembad en dat soort dingen. Een apart voorbeeld misschien.
dat we de oppas, dat klinkt misschien heel bizar, van de week nog 1000 euro fooi hebben gegeven. En dat klinkt natuurlijk heel erg bizar, 1000 euro fooi, zo was het eigenlijk niet. Maar nou ja, wij willen altijd graag eigenlijk niet alleen ergens naartoe gaan en halen, maar ook teruggeven en goed doen en iets achterlaten. En ja, we hebben deze keer niet echt de tijd, nou, ik wil niet zeggen de tijd niet gehad. Misschien hebben we te laat de prioriteiten aangegeven. Maar we hadden graag nog iets willen doen om impact te maken. En dat was niet echt gelukt. Dus nou ja, goed. Zij heeft een heel lastig verhaal. Komt uit Jamaica. Heeft een dochtertje. Ze is alleenstaande moeder. Een dochtertje wat ziek is. Geen vervoer, geen auto om kansen daarmee voor zichzelf te creëren. Dat is hier op het eiland echt een grote probleem zonder auto. Ja, ja. Inderdaad, als je hier geen auto hebt, dan is je wereld heel erg klein en dan kan je niet veel. Ze kan ook bijna opvang niet betalen of heel moeilijk, dus ja. Ja. Voor ons voelde dat goed. Ja, voor ons voelde dat goed om te doen, inderdaad. En was zeer emotioneel, zowel voor jou als voor haar. En dan zie je ook wat voor een verschil je kan maken met geld in iemand zijn leven. Ja, en het niet volgens planning en op de agenda leven. Dus in Nederland heb ik heel vaak het idee dat je echt gewoon een weekplanning aan het afwerken bent. Dat er heel weinig ruimte is voor spontaniteit. En dat is gewoon vind ik heel erg jammer. En dat heb je hier wel. Hè. Zoals afgelopen zaterdag, dat er in de zaterdag en de weekend. Nou, dan, die zitten meestal als eerste vol natuurlijk, de weekend. Maar dat je dan gewoon met zoveel waren we, met z'n negenen of zo, zegt van... Iedereen houdt de agenda eigenlijk vrij en daardoor zit de agenda eigenlijk altijd vol. Alleen maar pas op het laatste moment met leuke, spontane ideeën. Ja, zeker meer spontaan, ja. 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 Nee, laten we vanavond gaan barbecuen of gaan jullie morgen mee? We gaan naar het strand, gaan jullie mee? En de meeste mensen die kunnen dan gewoon. Het is niet zo dat je 3 maanden van tevoren schriftelijk dat moet reserveren. Dus ja, dat zijn voor mij echt al de momenten geweest dat ik me steenrijk heb gevoeld. En nog heel veel andere, maar ja. Ja. En wat waren voor jou de hoogtepunten? Nou, ik moet zeggen dat hoge punten waren echt bijna alles. Ik moet zeggen, als ik terugkijk naar een paar jaren geleden, was dit echt de droom om zo mogen reizen en met onze kinderen in het buitenland echt zo kunnen overwinteren. In het Caribbean vind ik dat nog steeds. Soms moet ik mezelf ook echt... Even knijpen. Ja, wat hoogtepunten voor mij waren qua natuur echt prachtige plekken gezien. Een kleine Curaçao, Christoffelberg, Beklomme. Echt super, super mooie naturen en plekken. Ja. Ik heb dat al gezegd, netwerk en super inspirerende leuke mensen die hebben we gezien. Voor mij was het ook een soort van vrijheidgevoel om hier te mogen leven zonder of bijna zonder regels rond COVID. Dat vond ik echt heel ontspannend. Zeker als grote contrast tegen Nederland toen we weggingen. Dus dat was voor mij, dat heb ik voor mezelf echt nodig gehad. Om een beetje dat loslaten en genieten van natuur, buitenleven, vrijheid. En ook bezig met spiritualiteit en zelfontwikkeling. Ja. Ja. Met corona merkte je eigenlijk niks van. Hè? Het is alleen in de winkels af en toe dat je een mondkapje op moest. Ja, dat was het van het begin ook nog niet meer. Maar ook toen vond ik dat mondkapje in winkel vind ik niet zo erg. Het was ook avondklok, maar ja. En er is natuurlijk een avondklok geweest. Maar die was wel voor 2 uren 's nachts of zo. En we zijn met 2 klantjes sowieso vroeg in bed. Dus op een gegeven moment was hij ook eens naar 10 uur gegaan. Ja. Maar goed, dan lagen we ook al in bed. En, voor mij was het echt geen probleem. Rustige avond, dus... maar gewoon mensen over dat ook niet zoveel praten. Gewoon, was het... Ik snap het waarom veel Nederlanders hier naartoe gaan om echt dat loslaten, ontspannen. Ja. 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 Waren er ook dingen die je minder leuk vond? Ja, ik denk altijd wel. Hè. Ik denk een perfecte plaats of een perfecte land, dat bestaat niet. Wat ik soms wel eens een uitdaging vond, was het tijdsverschil. Eerst 5 uur en nu zelfs met de zomertijd in Nederland 6 uur natuurlijk. Dus dat zorgde er eigenlijk voor dat je dan op een dag...
maar een heel klein window hebt, zeg maar. Of dat je samen kan werken met Nederland. Dus vanaf, zelfs al begin je vroeg hier, dan kan je natuurlijk vanaf 2 uur Nederlandse tijd, 1 uur, 2 uur Nederlandse tijd beginnen. En dan tot 1 uur of 5. Dus dat is soms wel zo'n uitdaging. En op de een of andere manier, vooral de laatste paar weken, word ik heel erg vroeg wakker. En dan sta ik ook gewoon meteen aan. En dan kan ik niet meer slapen. Misschien ook omdat ik denk inderdaad, met dat oog op dat tijdsverschil van, joh, Nederland is al lang aan het werk. En ik moet kijken wat voor WhatsApp berichten en mailtjes ik heb. En of ik niks belangrijks gemist heb. Wat natuurlijk onzin is, maar goed. Ja, en daarmee samenhangen toch ook wel een beetje een gebrek aan energie. Iets wat ik wat minder leuk vond. Hè? Als je korte nachten hebt, als je weinig slaapt. Ook met de warmte overdag. Ja, meestal rond deze tijd. Het is nu 3 uur 's middags dat we deze podcast opnemen. 3 uur, 4 uur, dan merk ik wel dat het batterijtje langzaam leeg gaat. En als we dan gegeten hebben 's avonds en de kindjes zijn in bed, dan in Nederland lukt het me dan nog wel om gewoon een productieve avond te hebben. Maar dat vind ik hier toch wel erg lastig. Ik denk, wij kwamen achter dat we toch meer die milde klimaat mensen zijn. Dat toch die seizoenen hebben we een beetje nodig. Wel lekker voor een paar maanden zo naar buitenland, naar warme land te gaan. Maar nou, ik heb ook zin om een beetje lagere temperatuur en meer productiviteit. Ja. Ja, en nou, wat ik minder leuk vond, of wat ik de file op de Caracas Bayweg, degene die op Curaçao zijn geweest en in Jantiel of omgeving hebben gezeten, die weten waarschijnlijk waar ik het over heb. Maar aan de andere kant luxe problemen natuurlijk met het mooie weer en alle leuke dingen die je hier, doet. Ja, en toch weer de confrontatie met de armoede. Ik vind het contrast tussen rijk en arm hier wel heel erg groot. En het verschil tussen de rijke expats die hier wonen, de rijke toeristen die hier komen en de locals of de buitenlanders die naar Curaçao zijn gekomen met het idee om hier een beter leven voor zichzelf op te bouwen. Ja, dat zijn wel echt twee aparte werelden. Dus dat was wat minder leuk om te zien. Aan de andere kant wel goed om juist daar ook wel echt van bewust te zijn en daarmee geconfronteerd te worden. En te proberen daar wat aan te doen. Ik vond het initiatief van Simone Levy en haar vriendinnen heel erg interessant. Die een aantal dagen hierheen gekomen zijn eigenlijk om die twee groepen bij elkaar te brengen. En die kloof wat te dichten. Ja, zeker ook heel veel dankbaarheid dat als je ziet hoeveel mensen zo in armoede moeten leven. Ja, en hoeveel zouden we echt terug geven aan mensen die ze dat nodig hebben. Ja, want Curaçao is heel veel dingen, maar goedkoop is er niet één van. Nee. En de kosten van het levensonderhoud zijn hier gewoon heel erg hoog. Ja, ook gewoon fruit en groenten, wat wij... Ja, de meeste mensen in Nederland kunnen dat betalen. Dat hier is het echt niet zo. Hier is echt fruit en groenten iets luxe. Dus, Ja, en daardoor wordt er weer ongezond gegeten. Zijn er veel problemen met diabetes, overgewicht. Mm. Dat soort, dat is een hele cyclus. Hey, welke rol speelden de mensen die we hier hebben leren kennen? Of wat vond je van de mensen die we hier hebben leren kennen? Ik heb dat al een paar keer gezegd. Mega, echt groot. Ik heb zoveel geleerd en ook geïnspireerd geworden door veel vrouwen. Dat is echt, weet je zelfs hoeveel vrouwen heb je hier geïnterviewd? Ja. Inspiratie, hoe combineren moederschap met ondernemen. En ook reizen met kleine kinderen, dat het mogelijk is. Ook als ze ouder dan 5 jaar zijn. En ook heel veel Belgers hier ontmoet. Dus nieuwe ideeën voor Belgingen geleerd. Heel veel mensen die gewoon vrijheid zoeken en in vrijheid willen leven en los van het systeem willen zijn. Dat vond ik ook heel inspirerend. Ja.
Ja, voor mij gewoon echt, waar zijn leuke, inspirerende mensen? Dat is voor mij zeker 50% van de hele impact van de plek. Dus dat vond ik hier heel inspirerend, heel leuk. Ja. Ja. Nou, het is inderdaad vaak zo dat je kan op de mooiste plekken zitten ter wereld, maar als er geen leuke mensen zijn, of andersom op een plek die niet heel erg bijzonder is, maar juist met hele leuke mensen, dan kan je alsnog een hele mooie, mooie tijd hebben. Maar ja, ik vond het vooral ook fijn om te zien dat er eigenlijk dus al een natuurlijke selectie was geweest. Want alle mensen die we hier, bijna alle mensen die we tegenkwamen, die waren wel, hebben een beetje dezelfde achtergrond of dezelfde stappen gezet. Zijn vaak financieel vrij of in ieder geval op weg daar naartoe. Beleggen, ondernemen, staan dicht bij zichzelf en spiritualiteit. Zijn losgekomen van het systeem en hebben daarmee die keuzevrijheid gecreëerd voor zichzelf. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En ook als een stukje bevestiging, denk ik, voor mensen zoals ons om te zien van oké, maar wij zijn dus niet gek dat we eigenlijk hele andere dingen doen dan wat de massa doet. We zijn niet de enige. Er zijn er meer die er zo over denken of die dit ook normaal vinden of als een beter, of nou ja, beter, ja, het leven voor zich zien wat zij graag, graag willen. Dus, nee, klopt. Ja, heel gaaf. Ja. Denk je dat we nog meer vanuit hier kunnen uithalen? Of moeten uithalen? Ja, of we meer uit deze periode van 4,5 maand hadden kunnen halen. Ja. Nou, ik denk wel dat we er heel veel ingestopt hebben, veel gegeven hebben en ook echt wel geprobeerd hebben op verschillende vlakken het maximale eruit te halen. Er zijn misschien wel bepaalde dingen, als ik terugkijk en terugdenk van, nou, dat is misschien wel een gemiste kans. Daar hadden we misschien wel iets meer mee kunnen, nou ja, moeten, het woord moeten hou ik absoluut niet van, maar meer mee kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld, het feit dat we hier, en daar hebben we het ook al met Janneke en Jacco over gehad, dat we met hun hier samen zaten. Ja, zij waren veel ook met hun eigen dingen in een bedrijf bezig en wij ook. Maar we hadden denk ik toch wel wat vaker de koppen nog bij elkaar kunnen steken en ervaringen en tips uit kunnen wisselen of kunnen brainstormen om elkaars bedrijven misschien naar de next level te helpen of investeringen. Ja, als ik voor mezelf spreek, daar komen we straks nog heel even op. Hè. Het stukje vitaliteit, daar had ik echt wel meer mee kunnen en ook moeten doen. Dat is echt iets wat me niet gelukt is, integendeel. Ik moet hard aan de bak als ik terugkom in Nederland. Misschien toch dat warmte en lekker eten hier, ja. Ja, goed. Natuurlijk is het hier inderdaad lekker eten en verleidelijk om een biertje te drinken of een cocktail. En is het warm en heb je dan misschien niet de meeste zin om te gaan hardlopen. Dat blijven natuurlijk wel excuses. Want ik had natuurlijk heel goed naar een gym kunnen gaan hier vlakbij met airco. Dus daar had ik zeker weer wat meer mee kunnen doen. Ook het connecten met locals. Hè. Ik zei net al dat wel echt twee aparte werelden zijn. Maar ik had daar toch graag wat meer contact mee gehad of gezocht. En misschien ook iets willen organiseren. Ofwel door onszelf. En dat wij onze expertise op het gebied van vastgoed of passief inkomen, financiële vrijheid zouden delen. Maar misschien ook wel met de hele groep of een aantal mensen uit die mooie groep mensen die we hier hebben leren kennen. Met alle kennis en specialismen die daarin zaten op verschillende vlakken en gebieden. Van ondernemen tot vastgoed tot spiritualiteit. Ik denk dat we daar iets heel tofs mee hadden kunnen organiseren. Voor wie dan ook die daarvoor open had gestaan hier op het eiland. En misschien ook heel laagdrempelig juist. Bijna gratis of kostendekkend. Om ook daarmee zeg maar een beetje terug te geven. Dus en vastgoed. Daar zijn we wel meteen enthousiast mee begonnen toen we hier aankwamen, toen jouw moeder hier was. Een aantal bezichtigingen gedaan met een makelaar en meteen gaan oriënteren en gesprekken gehad met mensen. Toen zijn we eigenlijk de wereld van de NFT's in gedoken, onverwacht, omdat de NFT-guys hier naast ons zaten. En toen is dat een beetje weggezakt en met andere dingen bezig geweest en nu op het einde merkte ik dat jij weer zoiets had van toch wel graag nog vastgoed kijken of doen. Maar uiteindelijk is dat er niet echt van gekomen. Nou ja, we zijn wel voor dat open. En we hebben hier
nieuwe netwerk opgebouwd. Dus we staan wel open voor de mogelijkheid. Ik vind dat zeker hier aantrekkelijk qua vastgoed. Dus, dat was me duidelijk geworden. Ja. Dus, blijft nog steeds. Ja, precies. En dat vastgoed blijft ook nog wel staan. Is misschien ook een goede reden om weer terug te komen. Hey, en wat ga jij het meeste missen aan Curaçao? Ik denk dat het buitenleven. Dat er zijn zoveel buiten en met de kinderen gewoon makkelijk één t-shirtje, broekje aan en veel zwemmen en gewoon elke dag schijnt zon. Dat is echt heerlijk hier. Ja, je hoeft niet na te denken 's ochtends wat je aan gaat doen. Je kan gewoon standaard je t-shirt en wij leven hier van 10 t-shirtjes en dat is het. Niks meer is nodig. Dat zeker. En weer terugkomen naar die mensen. Wij willen zeker in contact blijven met alle leuke mensen. Maar die ook. Ja, afscheid nemen was niet zo makkelijk. Nee, grappig is dat, mensen. Hè? Dat eigenlijk, Janneke en Jacco, die kennen we natuurlijk van tevoren. Maar voor de rest, als iedereen, hebben we hier leren kennen. Maar omdat je dan toch, het verbindt dat je hier samen in het buitenland altijd zit. En dat dan deelt en meemaakt met elkaar. En je kan toch in een hele korte tijd dan een sterke relatie met mensen opbouwen. En ik denk dat het ook hier dat vrijheidsgevoel, dat een beetje leven in eigen bubbel. Want je bent op het eiland met mooi weer en natuurlijk weet je wat gebeurt in de wereld. Natuurlijk krijg je nieuws, maar hier voel je dat gewoon niet zoveel. Dus dat denk ik gaan we meer weer voelen terug in Europa. Ja, ik denk inderdaad wel dat in veel opzichten toch een, ook door het tijdsverschil, maar ook omdat we volgen sowieso al jaren geen nieuws, maar hier al helemaal niet eigenlijk. Dat je inderdaad hier wel in een eigen bubbel zit en het allemaal een beetje ver van je bedshow is. Ja. Ja. Hey, en wat ben je door de tijd hier weer meer gaan waarderen aan Nederland? Dat in Nederland alles goed top geregeld is. Dat merk je, dat weet ik toen we al in Azië waren aan het reizen. Eigenlijk waardeer je dingen die je vaak gewoon zelfsprekend neemt, wat we in Europa of in Nederland hebben. Infrastructuur is top geregeld, echt goede kwaliteit van alle producten en eten. Man, er zitten hier af en toe gaten in de weg, daar word je eng van. Dan moet je oppassen dat je niet met je hele auto erin verdwijnt. Ja. Ja, of s'avonds in het donker of drempels die niet gemarkeerd zijn. Ja, die drempels die zijn overal en zijn niet om te, zijn niet zichtbaar in de avond. Ja, maar ook eten. Ik was gewoon gewend. Hier pak ik tomaatjes en zijn oké. En hier breng je dat naar huis en merk je dat de helft is gerot. Denk ik dat in Nederland zijn echt zoveel dingen goed geregeld. Je kan iets bestellen en volgende dag of soms nog steeds dezelfde dag in de avond heb je dat in huis. Hier, als ik wilde lekker dadels, moest ik in de auto stappen en een half uur rijden en in de file en dan terug. Dus dan merk je toch dat qua efficiëntie of efficiënte planning of zo, is het toch in Nederland alles goed geregeld. Ja. Ja. Maar is dat niet ook wel weer zijn dat juist ook wel weer de charmes, de voordelen van het eiland? Weet je, dat juist niet alles, want daar hoor je heel veel mensen in Nederland juist over, dat het allemaal weer te perfect en goed geregeld is en gestructureerd. Die vinden het juist weer heel fijn als dat een keertje niet zo is qua infrastructuur. En je hebt het over efficiëntie. Ja. Ik weet dat als moeder van een tweeling dat je het druk genoeg hebt. Dat denk ik is voor weinig mij. Weinig tijd hebt. Maar ik probeer echt een beetje dingen loslaten en niet te veel in dat planning staan. Maar ik waardeer echt mijn vrije tijd tijdens de kindjes zijn in bed. En ik heb tijd om boodschappen doen of zo. Want met tweeling van 2 jaar is het niet altijd helemaal makkelijk. Nee. Dus dat blijft gewoon, dat is zo van dingen waardeer ik wel over Nederland, ja. Martijn, zullen we terugkijken naar je doelen? Die heb je hier voorgesteld van het begin. Nou, dat weet ik niet. Ja, je hebt gezegd dat je wil focussen op die 4 V's, wat Tibor vaak zegt, naar vermogen, vitaliteit, verbinding, vertrouwen. Ja. Kan je dat een beetje evalueren?
Ja, inderdaad. Hè. Dat had ik eigenlijk als huiswerk meegekregen van Tibor. Die zei: Martijn, fantastisch dat je gaat overwinteren in Curaçao. Maar probeer daar echt op meerdere vlakken dan wel echt het maximale uit te halen. En het niet te zien als een extra lange vakantie. Maar dat je sterker en beter op al die vlakken terugkomt. Met een groter vermogen dan ooit. Is dat gelukt? Ik denk wel dat ik in ieder geval met mijn geldmindset naar een groter niveau weer gegaan ben. Onder andere bijvoorbeeld door Edwin en Julia ontmoet te hebben. Als je dat soort dingen hoort met 15 bedrijven en 500 miljoen omzet over de afgelopen paar jaar, dan is dat super inspirerend voor mij. Sterkt dat in groter denken en groter doen. En ook het geloof hebben dat dat ook gewoon kan. En dat dat ook maar gewoon cijfertjes zijn. Ja, we hebben natuurlijk best wel in wat dingen geïnvesteerd. We hebben met de NFT-jongens in diverse NFT-projecten wat geïnvesteerd. Nou, niet in vastgoed hier. Aan de andere kant is ons vermogen, daar kom ik zo nog op, ook best wel wat gedaald. Doordat, ik zei, dat is hier niet goedkoop. We hebben hier echt wel flink wat geld uitgegeven. Dus vermogen, we hebben er wel goed aan gewerkt. Ook aan onze grootste asset, binnen het bedrijf. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus voor mijn gevoel heeft het zich nog niet, is er heel veel gezaaid deze 4,5 maand. En moet het oosten nu hierna nog komen? Waardoor we inderdaad een groter vermogen dan ooit zullen hebben. Ik neem nog steeds ook in vermogen hele netwerken van mensen van Ambira, denk ik. Zo. Eens? Ja, zeker ook dat. Ik denk jezelf en je geldmindset en hoe je daarin gegroeid en sterker geworden bent. En de mensen die je hebt leren kennen. Ja, vitaliteit. Het is een tijdje goed gegaan. Jacco, dank je wel daarvoor dat je mij zo gemotiveerd hebt. En toen we samen woonden bij Enjoy. Soms bijna letterlijk meetrok om te gaan hardlopen of iets te gaan doen. Maar buiten dat en een aantal hikes de Tafelbergen op en de Christoffelbergen op. En rondom de zoutpannen van Jan Tiel. Is dat er niet echt van gekomen. En ben ik echt flink aangekomen. En ik zal met de billen bloot moeten als ik op de weegschaal ga staan van het weekend. Als ik weer in Nederland ben. Want ik ben echt wel benieuwd. Maar er is werk aan de winkel wat dat betreft. Dus de komende maanden. Dus ik ben ook echt wel van plan om daar nu met een personal trainer. Net zoals Dennis mee aan de slag te gaan. Want het is wel een hele belangrijke. Ja, welke, ik denk dat eigenlijk het beste gelukt is van alle vier, is het stukje verbinding. En dan heb ik het over verbinding met mezelf. Ik denk wel dat ik wat dichter bij mezelf gekomen ben hier de laatste periode. Nog niet waar ik zijn wil, maar wel een stuk verder dan waar ik was toen we hier kwamen. En zeker ook de verbinding met jou. Dus ik hoop dat je dat kan beamen. Eind. Ja, oké, gelukkig. Nee, zeker. Ook met kinderen. Ik, in Nederland was je echt heel veel aan het werken. En hier hebben we meestal in de middag en in weekend heel veel leuke dingen als gezin samen gedaan. Dus daar zijn zeker 10 van 10 punten. 10 van de 10, oké. Nou, dat is mooi. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, ook hier is af en toe hard gewerkt. Alleen het fijne is natuurlijk dat je hier inderdaad gewoon dicht bij de kinderen en bij jou bent. Ja. En dan aan het einde van de middag of 's avonds of in het weekend gewoon samen wat kan doen. En de vierde V, de V van vertrouwen. Ja, die is eigenlijk door die andere drie V's ook wel heel erg toegenomen. Behalve de V van vitaliteit dan. Dus ik ga zeker ook wel met meer vertrouwen hier weg dan dat ik kwam. En vertrouwen in mezelf, vertrouwen op de toekomst. Ja. Nou, toch ook een podcast over geld. Hoeveel hebben we hier uitgegeven? Ja, goede vraag. Dit is natuurlijk inderdaad een podcast over geld, over financiële vrijheid, over beleggen. We hadden net al de V van vermogen. Ja, we hebben het nog niet uitgerekend. Dat willen we nog wel doen. Maar ik schat toch, we hadden het laatste eventjes erover, dat het echt richting de 35.000 euro gaat. Wat wij hier
in 4,5 maand hebben uitgegeven. En dat is natuurlijk echt verschrikkelijk veel geld. Het leven is duur hier. We zaten in een mooie accommodatie ook. Nou, daar ben je dan natuurlijk een x-aantal duizend euro in de maand aan kwijt. Auto huren, kinderopvang. En dan nogal ook wat kosten natuurlijk in Nederland die door blijven lopen. En dan wil je daarnaast ook nog, ja, moet je boodschappen doen. En zijn we wel heel vaak uit eten geweest. Het is wel echt zo dat we niet op de kleintjes gelet hebben. Ik kan zeggen dat we hebben geen budget gehad. Nee. En dat is iets wat we hebben besproken. Dat in Nederland gaan we weer doen, meer budget focussen. Ja, nee, zeker. We zijn wel even... we hebben maximaal genoten van deze periode hier. En ik had ook wel zoiets van... Weet je wat, we hebben echt jarenlang heel hard gewerkt. Als je kijkt waar we vandaan komen, waar we nu staan. Leuk om je vermogen te zien groeien en meer netto waarde te hebben. Maar uiteindelijk als je er niet van kan genieten en het niet uit kan geven en kan delen met andere mensen. Ja, wat is het dan waard? Ik geloof dat vanaf 2016 waren we echt alleen maar een paar keer op vakantie. En niet echt voor 2 jaren... helemaal niet gereisd, behalve naar Tsjechië en op bezoek mijn familie. Ja, en we zijn over het algemeen ook niet van de grote huizen, dure auto's of horloges, maar meer van dit soort belevenissen en de ervaringen. Ja, klopt. Dus, maar vergeleken met onze huwelijksreis, waarin we in 8 maanden tijd 13 verschillende landen hebben gezien, met name in Azië. Toen hebben we 17.000 euro uitgegeven van deur tot deur. Dus nu hebben we eigenlijk... 2 keer zoveel uitgegeven in ongeveer de helft van de tijd. Dat is wel bizar om dat te beseffen. Maar goed. Ja. Nou ja, maar toen waren we zonder kinderen met backpack. En toen hadden we 25 euro per dag als budget gehad. Dat is een andere stijl van reizen. Ook heel leuk, veel meer avontuurlijk. Maar nu met kinderen ben ik blij dat we... kunnen toch meer comfort hebben. Ja. Maar ik vind het altijd leuk om alle twee kanten een beetje te zien. Comfort, maar ook avontuur. En ja, juist dat contrast. Ja. 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 Wat zie je als grootste lessen van Curaçao? Ja, goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om te waarderen wat je... wat en wie je al hebt. Hè. Dus welke dingen je al hebt, maar ook zeker welke mensen in je omgeving. En daar dankbaar voor te zijn. Sowieso om dankbaar te zijn in algemene zin. Want er zijn echt heel veel dingen. En we hebben het over het algemeen zo goed. En daar kunnen we gewoon heel dankbaar voor zijn. En natuurlijk is het altijd... kan je naar meer streven, maar niet zonder in ieder geval dankbaar te zijn voor de dingen die je al wel hebt. En je gezondheid of de liefdevolle mensen om je heen of wat dan ook. En ik denk heel belangrijk om een goede dag te hebben. Om echt te leven in het hier en het nu. En ik heb er zelf ook nog wel eens een handje van dat ik heel erg hang in gisteren. En heel erg aan het nadenken en aan het plannen ben over morgen. Nou, laten dat nou net 2 dagen zijn, gisteren en morgen, waar je geen invloed op hebt. Het enige waar je echt invloed op hebt, is op het hier en nu en op dit moment. Niet zozeer een les, maar wel een inzicht voor mij is toch echt wel hoe belangrijk het hebben van vrijheid. En de vrijheid in de breedste zin van het woord is. Dus die financiële vrijheid die je dan weer in staat stelt om... Stel je voor dat wij in een loondienst hadden gewerkt allebei. Dan hadden we niet het geld gehad om deze stap te zetten. En om 4,5 maand te gaan overwinteren en 35.000 euro uit te geven. We hadden een baas om toestemming moeten vragen of we 4,5 maand weg zouden mogen. Nou, dat hadden we allebei kunnen vergeten. Dus dan gaat je droom of je wens gaat of niet door. Of je moet... je baan opzeggen, wat je misschien eigenlijk ook helemaal niet wil, want dan ben je ook dat inkomen ben je kwijt. Dus die financiële vrijheid, zodat je die keuze hebt, maar ook wel de vrijheid in de algemene zin, wat jij zei met de maatregelen in Nederland die nog heel veel kracht waren toen we weggingen. En dat je gewoon die bewegingsvrijheid en zo hebt. Ook gezondheid dat je kan... Gezondheid, om dat te kunnen doen. Ja. Ja. Ja, en de mensen die je om je heen hebt. Hè? En dat toch echt wel een hele grote bijdrage is over
hoe jij je voelt, maar ook vooral hoe jij je ontwikkelt, hoe jij gaat nadenken en tegen dingen aan gaat kijken. En als je leuke en positieve mensen hebt en die denken in oplossingen en mogelijkheden, ja, wat dat met jou doet. En zeker als je zo'n groep mensen bij elkaar zet, hoe krachtig dat is. Mm. En wat er dan allemaal voor mooie energie floot en wat voor ideeën er ontstaan. Dat is gewoon echt, ja, dat was wel echt een bevestiging dat ik dacht van ja, dit is echt... Dit is echt tof en zo kan het dus ook, weet je. Zonder de mensen om je heen met hoe goed bedoeld die adviezen misschien ook zijn. Maar het is vaak toch wel heel erg, ja, dat ze je proberen tegen te houden. Of dat het heel negatief is. Of... En hier inderdaad hoor je veel meer, ja, ga oh, doen. Dat moet je zo en, ja, doen. Doen en ja. Ja, voor mij is het ook grote motivatie of inspiratie hier om ja, dit te mogen ervaren. Om verder te gaan met ons bedrijf, met investeringen, zodat we dit kunnen gewoon blijven doen. Dat vind ik ook gewoon belangrijk, dat we zorgen dat we gewoon in Nederland kunnen wonen. Maar als we zeggen volgende winter willen we weer voor een paar maanden weggaan, dat het mogelijk is. Ja. Dus voor dat willen we ook zorgen. Dat is voor mij ook gewoon les om ja, blijven ja, hard werken, maar ook dan hard genieten, ja. Hard werken en hard genieten, ja. Ik denk eigenlijk samengevat dat deze periode hier voor mij een bevestiging was dat we op de goede weg zijn. Zowel persoonlijk met ons mooie gezin en het bedrijf en alles wat we voor onszelf aan het bouwen zijn. Maar zeker ook met het inspireren van andere mensen en het helpen van andere mensen. Bijvoorbeeld met deze podcast. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Om kennis en inspiratie te geven. En ja, dat ik dat nog meer wil doen. Want dat ik denk van, hey, het kan gewoon. Als wij dit kunnen, dan kan jij dit ook. En als je dit echt wil, ga daar dan echt gewoon ook voor. En ik wil het liefst echt van de daken schreeuwen van... Mensen, weet je wel, word wakker. Weet je wel, je kan gewoon het leven leven van je dromen en op jouw voorwaarden. Weet je, dat ja. Ja, nee, en dat ja, en zeker ook met de ontmoeting met Jekaterina en de podcast die ik met haar opgenomen heb laatst en de sessie die ik bij haar heb gehad. En die ook tegen mij zei van dat spirituele stuk, om dat nog verder te gaan ontwikkelen, maar vooral ook om die twee werelden nog meer bij elkaar te gaan brengen. Dus spiritualiteit en vooral ook. Leven naar je hart en voor je gevoel en volg je passie. Maar dat combineren juist met die financiën en het beleggen. En waarvan mensen toch heel vaak denken dat het twee aparte werelden zijn. Ik vond het echt leuk om te horen dat ook ontnemen zou je van je hart doen. Echt niet alleen maar in je hoofd zitten, maar echt juist van je hart. Ja. Ja. Want, ja. Nee, dat is ook, ja. Veel mensen die werken in loondienst en die doen een baan die ze niet leuk vinden. Maar ik denk dat het ook voor heel veel ondernemers zijn die gewoon een bedrijf hebben of ondernemen omdat ze daar toevallig ingerold zijn via hun ouders. Of het is een familiebedrijf of ze dachten, ze zagen een kans en er valt veel geld mee te verdienen. Ja, oké, dat kan zo zijn. Maar is dat ook echt wel je passie? Vind je dat ook echt leuk? Heb je het idee dat je de wereld daar beter mee maakt? Ja, dat zijn misschien wel vragen die je kan stellen. Dus... Ja. Hey, vraag aan jou. Komen we hier nog terug, denk je? En zo ja, hoe en wanneer? En... Ja, dat is ook precies, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat wel. Want ja? Ik heb al gezegd dat Curaçao kwam dichtbij tegen mijn hart. Vind ik hier echt een superleuke plek. Ik zie heel veel kansen qua vastgoed. Dus dat lijkt voor mij ook heel interessant. Of reden om terug te gaan. Ja, maar we gaan kijken. Ik weet dat op het planeet is nog steeds zoveel mooie plekken waar we naartoe willen gaan. Dus ja, ik hoop dat we terugkomen. Maar we hebben ook op onze lijst Mexico, Zuid-Afrika, ja, Portugal. Zoveel leuke plekken naartoe te gaan. Dus ja, blijven reizen. Ja, dat sowieso. Ja, nou ja, we gaan het zien. Ja. Ja. Ja, goed. Nou, dat was eigenlijk het wat we elkaar wilden vragen en wilden evalueren en delen. Om af te sluiten deze podcast en ook waarschijnlijk deze serie van Zo Word Je Steenrijk op reis. Willen we graag nog een shout-out doen naar alle mooie mensen die we hier hebben leren kennen.
of waar we tijd mee mochten doorbrengen. Dank jullie wel voor jullie wijsheid, jullie inspiratie, jullie verhalen, jullie lol en jullie mooie gesprekken die wij met jullie hebben gehad. En jullie zijn naast ons, tenminste wij hopen dat echt voor anderen te zijn, het levende bewijs dat je je leven op je eigen voorwaarden kan leven en dat alles wat je wil realiteit kan worden als je daar echt voor gaat. Mooi gezegd. Ja. Nou, speciaal woord dank nu aan Janneke, Jacco en Jasmine, onze buren hier. Ja. Rinkje, Wouter en Kit. Ja, van de Travelicious Family. Ja. Ook Niels en Joyce, waar we bijna de hele periode hebben verbleven bij Enjoy Residence. Heerlijke plek. Zeker een aanrader als je nog op zoek bent naar een mooie accommodatie op Curaçao. Enjoy Residence. Ja, dan zeker Kasia en Vincent. Sharon en Rob. En Annette. Onze drie NFT-buren, Massa, Ralf en kinderen. Dan ook Katerina, Jessica en Peter. Annemarie en Flores. Isis, dankjewel voor leuke yoga-lessen. Edwin en Julia. Marlijn. En alle dames van kinderopvang Boobaloo. Waar onze kinderen een echt heerlijke tijd gehad. Ja, dank jullie wel voor alle goede zorgen. En daarna ook Merle en Bart. En niet te vergeten Elsbeth, Robin en Margo van Bonaire. Ja, ja, zeker. Nou, een hele flinke lijst. En we hopen dat we niemand vergeten zijn. Nee, mocht dat wel zo zijn, dan jij ook hartelijk bedankt. Ik wil natuurlijk ook heel hartelijk bedanken al mijn podcastgasten van Zo Word Je Steenrijk op Reis, die ik hier gesproken heb. Dank jullie wel voor jullie tijd en het delen van jullie verhalen en kennis en inspiratie. En ik wil natuurlijk jou hartelijk bedanken, Helena, mijn mooie vrouw en kinderen. Voor de fijne tijd die we hier samen in verbinding met elkaar gehad hebben. Ja, dat geldt ook van mijn kant. Dank je wel dat we dit mogen samen doen en samen kunnen zo genieten. Ja, ja, mooi. Ja. En op nog veel meer mooie avonturen samen. En dit jaar vieren we natuurlijk ook al 10 jaar samen. Ja. Waar blijft de tijd? Ja, en mijn eigen moeder en schoonmoeder. Fantastisch dat jullie op respectabele leeftijd, zo mogen we dat toch wel zeggen. Jongeren, ouderen of oudere jongeren, hoe je het wil zien. Maar toch maar eventjes in het vliegtuig gestapt en naar de andere kant van de wereld gevlogen. En hier een hele fijne tijd met ons gehad. Ook jullie heel erg bedankt. Yes, dank jullie wel. En we zijn echt mega dankbaar voor deze mooie tijd die we met jullie allemaal hier mochten hebben. Jij als luisteraar natuurlijk ook zeker bedankt voor het volgen van onze avonturen hier op Curaçao. We hopen dat je het leuk en inspirerend hebt gevonden. Geld maakt niet gelukkig, maar met geld kun je wel overwinteren op Curaçao. En dat is toch ongeveer wel voor ons in ieder geval hetzelfde geweest. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt en we gaan weer verder met de gewone Zo Word Je Steenrijk serie. En we hopen dan dat je ook dan gewoon trouw blijft luisteren. Dankjewel en Helena, bedankt voor dit gesprek. Ja, dankjewel en dank jullie wel, alle luisteraars. En we hopen dat we jullie toch mochten een beetje inspireren. En laat ons weten wat je van deze gesprek denkt. Ja, superleuk. Oké. Doei. Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.